Volgens mij heeft hij een beetje de balen erin, want het lukt niet helemaal. Hey, ik ben nieuw voor Ibersen. Mijn naam is Ramon. Mijn naam is Jesser. En wij zijn... De Bakkietjes! Yes. En we zijn ook de Bakkietjes. Ja, en ik ben ook in de Bakkietjes. En papa doet altijd vlossen. Ik doe altijd zeg maar filmen, voornamelijk eigenlijk. Maar ik ook. En Jesse, en wij hebben ook een camera. Ja, we hebben camera en nu gekeken nog voor Sinterklaas, hè? Ja. Niet voor Sinterklaas. Sam. Niet voor Sinterklaas. Van wie dan? Kerstman. Nou, nee, maar geen, dat was Sinterklaas. Dat staat op de vlog. Ja. Ja. Maar Sam, jij had net een vraag aan mij. Vertel eens. Ik wil polsassen doen. En vorige keer was jij ook polsassen. Toen jij ze... Ja, inderdaad. We hebben ooit een keer een vlog gemaakt. Moet je maar even terugkijken waarin Jesse alleen boodschappen ging doen. Sam, die wou ook heel graag alleen boodschappen doen. Alleen hij was elke keer nog net iets te jong. Nou vroeg hij het weer aan mij. En ik denk, nu kan dat wel. Maar er is één probleem. Ja. We hebben geen boodschappen nodig. Maar ik wil snoepjes kopen. Jij wil snoepjes kopen? Daarom wil je een boodschap. Jij wil gewoon alleen maar snoepjes eten, jij, hè? Ja. Oké, nou dan heb ik een idee. Want ik dacht dat het snoepjes waren. Ik geef jou gewoon 15 euro mee. Nee, en voor... 100? Ja, 100 euro. 100 euro snoepjes, jongens. Dan krijg ik wel een hele dikke Sam. Zo. Ik geef jou dan 15 euro mee. Mm-hmm. En dan ga jij naar de winkel toe. En dan ga je voor 15 euro snoepjes halen, koekjes halen, wat je wil. Koekjes? Ha, ik geef koekjes. Snoepjes, koekjes, toetjes. Maar waar zijn koekjes? Dan moet jij zoeken waar die dan liggen. Dan mag jij zoeken dan. Wil je dat? Ja. Ja? Kan je, maar kan je dat? Ja. Ik weet wel waar de koekjes is. Jij weet al waar de koekjes is. Ja, volgens mij weet je dat wel. Ja. Ja. Alleen, hoe ga je daarheen? Wil je met de fiets? Wil je met de skelter? Wil je met de step? Wil je met de quad? Grapje. Met de quad gaan we niet doen. Of wil je lopen? Dat kan ook. Nee. Ik wil met de quad. Met de kwad wilde die, je kan niet met de kwad. Nee, ik wil met de step. Met de step? Ja. Oké, gaan we die jas aantrekken? Ja? Waar is mijn jas? En op de kapstok denk ik, hè? Heel vaak met die jas. Die hangen heel vaak op een kapstok. Nou, jij bent snel, zeg. Nee, dit doe ik opslaan. Open maken. Ik zie die eentje. Of in onze achtertuin. Dat kan ook. Misschien is de step in de schuur, misschien in de achtertuin, inderdaad, ja. Oké, nee, ik zie hem al, ik zie hem daar. Daar, dat ding is jouw step down. Oké, ik ga even... Ja, een mooie step. Wat zeg je? Mooie step, hè? Een mooie step, ja. Zeker, zeker een mooie step. Tada! Wow, wat een gave Welfies. Step. Wat zeg je? Welfies. Ja, hij is wel een beetje vies, een beetje morrig. Maar hij is wel hard. Gaat hij heel hard? Ja. Dit is heel hard. Oh, die modder is maar helemaal hard geworden. Van de cross. Van de crossbaan, hè? Van de modder. Oké, en nou hebben we dus toch inderdaad jouw GoPro hebben we. Die ga ik erop zetten en dan kunnen we helemaal filmen. Oké, Sam, hier is jouw rugzak. Hier kan je de spulletjes in doen. Ja. Wow. Ja. En natuurlijk. Hoe moet ik de centjes? Moet ik zo aan? Ja, ik zal even hier eerst even de centje aanpakken. Hoe moet dan deze? In je jaszak. Ik hou hem wel vast. Ja. Dat is 15 euro. Dat is goed bij jou, hè? Nou, dan kun je Ja, yes, doe maar ritje. Vorige keer was ik ook naar de supermarkt. Was jij vorige keer ook naar de supermarkt? Ja, ik wou iets kopen. Uh-huh. Dan was ik echt super boos. Was je heel boos? Ja, vorige keer. Uh-huh. Ja, er zaten 13 auto's en ik er 2. Oké, geen idee waar je het over hebt, maar wel een mooi verhaal. Van Hot Wheels. Van de Hot Wheels, ja. Oké. Hey, luister eens, hier hebben we de camera, jouw GoPro. Die gaan we even aanzetten als ik weet hoe dat moet. Dat is volgens mij deze knop. Ja. Oké, dan zet ik hem nu op filmen. Lekker, 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 lekker. Lekker, lekker, lekker. Sam, luister eens. Kijk eens heel goed naar mij. Dus je gaat naar de winkel. Je past heel goed op voor het verkeer. Dat is heel belangrijk.
Je gaat lekkere dingen halen voor 15 euro, niet meer, want dan mag je het niet meenemen. Hè? Vervolgens ga je naar de kassa, doe je zelf betalen. Zeg je wel netjes bedankt, zeg je doei en dan ga je weer. Ja? Ja. Nou, high five. Hey, succes knul. En waar kant moet ik doen? Begint al goed. Die kant. Ja. En dat is de snelste weg, want anders kom je helemaal langs de weg. Je moet wel gewoon de snelste route. Zo langs je school. En waar dan? Langs je school, fietsenpad over. Langs de speeltuin, langs Jaden's huis. Weg oversteken, heel goed opletten voor het verkeer. En dan ben je er. Oké. Okay. Ja? Hey, dag knul. Doei. En voorzitter, hè? Oké. Ik ben nu stiekem achter hem aan het gaan. Hij is sneller op die step dan ik dacht. Dus ik ga even door met rennen, want hij weet niet dat ik meega. Hij denkt dat hij alleen maar aan het filmen is met die GoPro. Maar goed, ik ben buiten adem. Zo slecht mijn conditie gaat even. Ik ga even daarheen. Die zijn een beetje van ver weg zien op het beeld, maar ik kan niet dichterbij komen, want dan... En ik ben buiten adem. En ik denk dat hij me dan gaat zien, want hij kijkt af en toe wel achterom. Spannend. Op die plek zitten kippen en hun elke als boodschappen gaan doen en we komen daar langs. Die willen ze even hooi zeggen tegen de kippen. Dat deed hij nou dus ook. Kijk. Hij gaat gewoon echt met de step naar binnen toe. Sam die koopt echt alleen maar snoep. Ik zei nog, koop ook koekjes of wat dan ook, maar hij koopt echt alleen maar snoep. Voor de komende jaren hebben wij genoeg snoep in ieder geval. Volgens mij heeft hij een beetje de balen erin, want het lukt niet helemaal. Sam heet gewoon echt van Jesse. Deze Beefy Boys is goud. Jesse is helemaal gek op Beefy Boys. En hij had het al gevraagd en Sam heeft er gewoon rekening mee gehouden. Superleuk. Goed, Regiobank, vrolijk advies. Laat door, geen zaken meer mee. Kijk, zo wordt het. Oké, het is allemaal gelukt. Blijkbaar heeft hij niet voor te veel geld de snoep gekocht, want hij mocht gewoon langs de kassa. En bij de kassa is helemaal goed gegaan. Af en toe had ik het idee dat hij me door had. Maar voor Sam is dit natuurlijk gewoon één groot spel, dus ik weet het niet zeker, maar... Wat is hier? Hij is de... Hij is de centjes in zijn zak aan het stoppen.
Schatje. Oké, nu moet ik heel snel via een omweg naar huis rennen. Want ik moet natuurlijk eerder thuis zijn dan Sam. Alleen, conditie. Leuk wel vloggen. Duimpje omhoog. We zaten al even te wachten, maar hij komt eraan, hè. Gelukkig. Sam! Hi! Hoe is het? Hallo. Is het goed gegaan? Kat! Een kat? Poes, 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 poes. Is het gelukt met de boodschappen? Ja. Nee, echt? Ja. Heb je boodschappen gehaald? Ja. Wat heb je gehaald? Ik denk, groenten. Kauwzon. Groenten, denk ik. Nee. Ik denk. Nee. Wat dan? Kauwzon en snoepjes. Kauwgom en snoepjes. En biefiebosje. Hij heeft kauwgom en snoepjes gehaald. En biefiebosje. En wat, hè? Biefiebosje. Hij heeft van Jess ook een biefiebosje? Ja. Wat lief van je? Goeie Jess. Zullen we zo naar binnen gaan? Ja. Ben je er moe van? Ja. Wat een aardige reis wat je hebt gedaan, toch? Ja. Hij doet dat gewoon. Hoi, Sam. Hoi. Kom maar. Dat weet jij niet. Dat weet jij niet, hè? Ik weet het nog niet, hè. Nee. Sam zei dat het helemaal gelukt was, in ieder geval. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Samen, denk ik. Ja. Jezus, Sam, wat heb je allemaal gehaald? Biefiebosjes. Ja, wat heb je gehaald voor Jesse? Biefiebosjes. Dit heb je allemaal gehaald? 1, 2, 3, 4. Grote kerstsmullen. Ja. Dus voor de komende 6 jaar hebben wij in ieder geval genoeg snoep. Of niet? Yeah. Ja! Ja! Hoeveel centjes was je kwijt? Centje kwijt. Ja. En nog centjes terug? Helemaal niet meer. Oh. Je hebt helemaal geen centjes terug. Nee. Wat zit je te lachen, meneertje? Nee, echt niet. Echt niet? Nee. Dat was precies 15 euro. Volgens mij wel. Kun je echt kijken? Het feit dat hij nu Jesse meeneemt naar achter moet ze gaan vertellen. Ik denk dat hij wel geld terug heeft. Dus we hebben Liga. Ja, dat is mooi voor op school. Oh, Pip die wil ook, dat zie je gelijk. Ja. Paaseieren, schuimpjes, lekker. Kauwgom, biefiebosjes voor Jesse. Die, jij wil die? Ja. Skittles, slierten. Oh, die vieze, zure dingen. Vind je die lekker? Ja. Dan gaat je gezicht, hoe doet je gezicht dan als je die eet? Sam, hoe ging het met boodschappen doen? Leuk. Ja? Vond je het eng of spannend? Niet eng. Nee? Helemaal maar je weet wat jij deed. Jij ging gewoon met een step naar binnen toe, hè? Jij staat met een step in de supermarkt, dat kan toch niet? Nee, dat mag. Mag dat? Ja, de sommige kinderen deden dat ook. Dat mag. Oké, nou dan weet ik dat ook. Dus voor te gaan je gewoon lekker met de step. Maar mag je dan ook met de fiets naar binnen bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Dat is een beetje te hard. Oké, maar een step mag wel. Ja, want een step kan je gelijk afremmen. Nou, dan weten jullie dat in het vervolg. Je mag altijd met de step de supermarkt in. Wist ik niet, je zit met je vinger in je neus. Je hebt niet genoeg snoep gehaald. Dan moet je ook door je eigen snoep lopen vreten. Ik heb wel heel veel snoep. Ja? Ja, en koekjes. En kauwgom. Ja, je hebt genoeg snoep gehaald. Mm. Hey, heel stoer dat je het gedaan hebt. Hey, iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Als jullie nog geen abonnees hebben, wat moet je dan doen? Abonneren. En hoe beter, dan mis je nooit meer een video. Nee. En dat duimpje omhoog. En helemaal lezen. Ja, inderdaad. En een reactie plaatsen, want dat vind ik wel leuk. En? Nog niet. We gaan bij Nostra doen. Nou, wat gaan we doen? Snoepjes eten op. Snoepjes! Yay! Ja! Doei, tot de volgende keer! Doei! Jesse, deze camera! Doei! Doei!